Woensdagmiddag kwamen de eerste vluchtelingen aan uit de Apel in Dordrecht. Wij peilden op straat wat mensen hiervan vinden. Ja, vind ik goed. Oh, ik vind het een beetje waanzin. Ja? Hoezo? Ja, ik denk niet dat je de problemen van de hele wereld op kan lossen. Ja, ik denk dat we hun moeten gewoon een kans geven. Dus ze zijn ook een mens, dus ja. Nou, moeten ze zelf weten. Ja. Gemeen wat ik zeg, hè. Nee, ja. Gemeen wat ik zeg, ik bedoel, Nederland is overbevolkt al. Ik vind dat het nou wel eens een beetje vol is, hè. Tuurlijk moeten die mensen ook wel wonen. Ja, ik zou ze eigenlijk maar bij mij komen wonen, maar ik heb veel te kleine huisjes. Maar er komen nu ook, ze krijgen echt het meest basale. Dus ze krijgen een stapelbed in een grote ruimte, wat eten en drinken. Is dat genoeg of zouden we nog meer voor ze moeten betekenen? Nou, ik denk ook vooral aan de kinderen. Weet je, een goede speelplekje in de buurt. Weet je, een bed is één ding, maar veiligheid en geborgenheid zijn dan de volgende stappen die je moet bieden als gemeente. Dat is oké. Okay. Ja, vind ik ook niet echt zo heel veel voor hun. Ja. Nou, zeker niet met de kinderen die ze bij zich nemen of wat. En ik ben zelf ook moeder. En ik heb zoiets van, ja, ik vind toch wel dat ze wat meer voor de kinderen moeten gaan doen. Dat is wel goed. Ja. Als je allemaal een keer een eind dan komt, ja. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Nou, ze moeten per 1 oktober wel weg, dus dat is wel... Ik geloof hem niet. Dat geloof ik niet. Ondanks dat deze mensen wel maar een paar weken hier mogen blijven, zouden ze nog gewoon meer moeten krijgen eigenlijk. Ja, want een kind verdient meer en een ouder ook. Want je moet toch je trauma's kunnen verwerken en dat kan niet als je alleen maar aan je basisdingen moet denken als het badbedbrood.